Poëzie is geen poëzie als zij wegkwijnt met de tijd. Of afkoelt en hard wordt als een vers gebakken brood. Tijdens mijn studies aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam werkte ik om geld te verdienen in het studentensecretariaat van de school. Als jonge dichter van dienst kreeg ik die dag een boek van de mij toen nog onbekende John Ashbery toegewezen. Ik keek het gegeven paard misprijzend in de muil en bedankte achteloos. O grote John Ashbery, nu zoveel jaar later stijgt het schaamrood mij nog steeds naar de wangen. Ik geef mijn keuze aan Serhii Zadan en het geweldige Chinese Cooking. Okay. Het gebeurde zo'n 15 jaar geleden, als ik me niet vergis. Hier in de straat, vlakbij, misschien weet je dat nog wel, staat een hoog gebouw waar je destijds kamers kon huren. En daar woonden enkele Chinezen die in hun maag, zoals gebleken, drugs smokkelden. Zoals weergaloze hemelse kaviaar bij machten deze tot op het bot verrotte beschaving de genadeklap te geven. De kamers werden voornamelijk bewoond door allerhande charlatans en taxichauffeurs en ook door vliegeniers die hun hemelse bolides waren kwijtgespeeld. Allemaal stonden ze in de keuken koffie te zetten en luisterden ze op de radio naar jazzkanalen. En de dingen begonnen licht te geven in de duisternis, zonder een schaduw te werpen. Voormalige rugbyspelers rookten Camel, terwijl ze bier dronken en een potje kaarten en aldoor over hun idiote rugby praten. In het handeltje van de Chinezen liep het op een keer mis, iets waar nadien veel over geschreven werd. Je weet wel hoe dat gaat. Op een dag hadden ze iets niet onder elkaar verdeeld en was het spel op de wagen. Ze ontketenden een verschrikkelijke schietpartij zomaar op de binnenplaats, waarbij ze de ratten, de kelder en de vogels de hemel injoegen. Van tijd tot tijd loop ik daar nog langs. Wanneer ik op weg naar huis een kleine omweg maak, ik kijk dan naar de brandladder en naar de hemel, waarin er in feite niets anders dan de hemel is. En weet je, soms lijkt het me dat de mensen echt doodgaan. En weet je, soms lijkt het me dat de mensen echt doodgaan, omdat hun hart het begeeft van liefde voor deze al te vreemde, fantastische wereld.